Esther Bouabadi, 19 jaar, aanvaller, speelster bij Zulte Waregem en ik heb een vraag. Hoi Esther. Hallo. Alles goed? Ja, natuurlijk. Ja hoor. Zeg, ik heb gehoord dat je een aantal vraagjes voor mij hebt, dus shoot. Ja, klopt inderdaad. Hoe bereid je je het best voor op een wedstrijd? Het hangt een beetje vanaf om wat duur dat we spelen, maar stel dat we met de Flames om 5 uur spelen, dan staan we rustig op, rustig ontbijten. En dan hebben we een priming session, wat inhoudt dat we meestal een workout op de fiets doen, gewoon om de benen wat te activeren in plaats van gewoon een wandelingetje te doen. En tot nu toe is dat echt wel een goede setup, want je voelt je wel echt klaar en je bent volledig gerecupereerd voor de wedstrijd. En dan eten we, even rusten en dan is het meestal sportmaaltijd. En dan is het theorie en dan is het klaar voor de wedstrijd. Zijn er bepaalde zaken dat je eet of doet, een soort van ritueel dat je altijd hebt voor een wedstrijd? Ja, meestal eet ik de sportmaaltijd. Dat zijn voor mij gewoon boterham met confituur of peanut butter. Niet zo echt pasta, omdat dat voor mij werkt dat niet zo goed. En met die boterham heb ik wel kracht voor de wedstrijd. Kan je goed omgaan met stress voor de wedstrijd of is dat moeilijk? Ik kan dat wel vrij goed aan, tot nu toe. En, ik ben weer het relaxte type en goed luisteren naar muziek voor de wedstrijd en genieten van elkaars aanwezigheid. En dan, wanneer we op het veld staan, 100% focus. Is er bepaalde muziek dat u luistert voor een wedstrijd? Eerder hevige muziek, rustige muziek of triestige muziek kan ook natuurlijk? Het zal meer naar het hevigere ambiance type muziek worden. En, we hebben goede DJ's met Justine Odeurs en Tessa Willaert. Dus, meestal is dat wel een goede sfeer in de kleedkamer. Bedankt voor de tips, Janice Kaiman. Heel graag gedaan en nog veel succes. Dank je wel.